Je moet het ook, ook die Sanchez natuurlijk niet alleen aanrekenen. Johan. Die mensen achter hem. Daar zit een zaakwaarnemertje. Ja. Weet je wat die gaat verdienen? Ja, precies. Ja. 8 miljoen. Nee, maar die is zelfs de dood dat hij een dikke enkel krijgt. 8 miljoen verdienen. Ja. Die hoeft nooit meer iets te doen. Nee, die is ooit Sanchez in een café tegengekomen. Die zegt tegen die Sanchez, joh, weggooi die voetbalschoenen. René, en dat weet je wanneer je met Brazilianen zaken doet. En Colombianen, noem ze omhoog. Maar vind jij ook niet dat al die kritiek op Overmars vind ik niet terecht. Je vindt het technisch beleid niet onvoldoende. Ja, ik vind dat hij het prima doet. Nou, kijk, ze geven hem een dik onvoldoende hier, hoor. Maar hoezo dan? Met wat dan? Ja, maar niet met kopen, natuurlijk. Ja, maar met kopen... Verkopen doet hij goed. Nee, maar met kopen... Kijk, als je voor Sanchez 40 miljoen krijgt, dan moet je nagaan... als je een voorstopper die iets minder dan Sanchez is, moet je 30 betalen. Ja. Ja, maar je moet eigenlijk... En dat is geen goeie. Dat doe je niet. Nee, je moet eigenlijk van 5 en die weer over een jaar verkopen. Ik vond het prima dat hij geld uitgegeven heeft voor Ziyech. Ik ook. Vond het hartstikke goed. En Ajax heeft het probleem, die kunnen wel iemand verkopen... maar als Ajax vervolgens waar dan ook aanklopt... dan is de transfersom eigenlijk te hoog. Ja. En dan denkt een Engelse club, hey, Ajax pakt hem... en die kunnen 5 keer het salaris bieden... en dan gaat die gozer toch weer weg. Ja, ze zitten in een hele moeilijke positie... want ze moeten concurreren met de internationale top. Ja. En dat kunnen ze niet. Mark Overmars, Ajax de rijkste club van Europa maken... zeggen sommige mensen ook. Is hij daarop uit? Nee, daar zal hij niet op uit zijn. Hij wil natuurlijk best een zo goed mogelijk elftal. Maar die waar Johan het over heeft, die spits die nu bij Watford... is een uitstekende spits, ja, die gaat dan daarin. Ik weet ook wel dat dat heel moeilijk is. Maar dan krijg je 1,6 miljoen. Ja, heel moeilijk. Maar dan krijg je 5 keer zoveel salaris. Ja, maar Johan, dan ga je daar naartoe. In Engeland zijn niet alleen de salaris ontploft... maar ook de gages aan de zaakwaarnemers. Die zaakwaarnemer is waarschijnlijk gebeld door Watford. Die hebben gezegd, heb jij wel 6 miljoen bij elkaar gezien? Waarop die zei, nee, dan kom ik wel morgen even naar je toe. Ja. Weet je, maar dat is... kwijt. Ja, kom op, weet je. Daar kan die hele Overmars niks aan doen. Ik begrijp die Sanchez ook nou, wel. Maar... Nou moet ik er wel bij zeggen, die zaakwaarnemers, dat zijn natuurlijk boeven. Ja. Dat zijn natuurlijk boeven. Denk jij, als die lange keeper Overmars... en Dennis Bergkamp uitdrukken dat ze bij de andere partij zijn... dan komen wat straatvechters van de maffia aan. Nee, maar als jij een jongen uit Brazilië hebt van 19 jaar... en die kan jij naar Ajax brengen of naar Watford... moet je hem altijd naar Ajax brengen. Ja. Voor die jongen. Daar wordt hij beter. Ja, natuurlijk. Bij Watford loopt hij nou 3 jaar tegen een muur aan maar te rennen. Zo redeneer het verschil was niet eens zo groot. Hè. Het ging niet echt om enorme bedragen. Nee, maar wat denk jij? Kijk, de gages voor de zaakwaarnemers, die kennen wij niet, Wilfred. Nee, plus wat je in de kleedkamer... Kijk, dat zegt die Sanchez ook. Hè. Die Veldman wordt verlengd, Schöne wordt verlengd. En die Sanchez die zit daar voor 4,5, 5 ton, misschien 7 ton. Ja. En zitten jongens die verdienen 1,2. Die mogen ze veters nog niet vastmaken. Dus als je daar een speler tussen zet die 19 is, die nog niks gepresteerd heeft... en die zet je daar voor 2,1 miljoen salaris neer... ja, dan heb je stront in de kleedkamer natuurlijk. Ja. Toch, als je dan wat je zegt, 30-70%. Ja, maar Wilfried, jij kan niet de gozer die je 12 maanden geleden uit Colombia haalt voor 5 miljoen... en die je nu kan verkopen voor 45, om tegen die jongen te zeggen, dat doen we niet. Nee, maar dat kan je ook niet doen. Hoeveel gaat het opleveren, denk je? 50. Nee. 50 miljoen. Ja, maar dat is toch bizar, man. Ja, want hij is ook voor 5 gehaald. Ja, 10 keer zoveel. Ja. Ja, dan ben je natuurlijk een geweldige koopman. Dat kan toch niet? Je moet het toch wegdoen, man? Hey, ja, nee, dan heeft Overmars het goed gedaan. Ja,